Yes! Ganzen! Woe, 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 woe. De ganzen komen! De ganzen komen! Ja, leuk hè? Hij vindt je nest leuk, Rocky. Waar ga jij naartoe, gekke gans? Pluizenbol? Hey, Pluisje is een goede naam voor je. Terug naar je familie, Pluisje. Goed werk, Marshall. Marshall, je hebt een nieuwe BFF. Een wat? Een best friend forever. Oh, sorry, Pluisje. Oké, Pluisje. Tijd om naar bed te gaan. Of naar je nest. Ik denk dat ik wel bij jullie kan blijven slapen. Oké, deze ene keer. Hoi, Poesje. Zullen we een leuk tochtje maken? Woehoe, propeller! Hebbes! En nu nog maar één kitten te gaan. Kijk, daar is ze. Kom op. Ze klinkt wel heel erg hoog. Dit is echt een klus voor mijn ladder. Ladder op. Kom maar, Poesje. Ik breng je naar beneden. Ze is heel bang. Hoe krijgen we haar naar beneden? Ik denk dat ik iets heb waarmee dat wel lukt. Oh, ik hoop dat dit beter vliegt dan dat het past. Ga je echt helemaal naar daarboven vliegen? Dat kan ik heus wel. Woe, woe, vleugels. Deze pup gaat vliegen. Woe, woe. Gelukt. Vannacht heb ik gedroomd dat katten konden praten. Stel je voor. Wat is dat? Huh? Is dat Marshall? Met mijn vleugels om? En met een heel petiterige lieve kleine kitten? Ik heb je. Ryder? Marshall, het is je gelukt. Wat? Je hebt de kittens gered. Ze zegt dankjewel tegen je. En als je ons weer nodig hebt, dan jouw je maar om hulp. Je hebt echt heel erg goed op de uitkijk gepast toen wij weg waren. Wat een brave hond. Ladder omhoog. Woe!
Chicoletta, ik breng jullie veilig naar beneden. Wakker worden, Chicoletta. Tijd om gered te worden. Yeah! Oh! Ah! Kelly, ik zie niks. Wow! Oh! Oh nee! Cool! Allemaal deze kant op! Nee, die kant op! Wacht, wacht, wacht! Daar stonden jullie net ook al! Ik kom je redden, Marshall! Katie, hoe bestuur je dit rare ding? Geen idee. Ik was er normaal alleen maar huisdieren in. Hé, Chicoletta, kun je me helpen? Ik zal deze klus alleen moeten klaren. Auw! Oeh, een enorme Rocky-neus. Eeuw, een enorm Sky-oog. Wow, een enorme Zuma-mond. Een supergrote... Ik? Cool. Oh. Oh. Oh nee. Oh, oh Chicoletta. Net. Chicoletta. Je bent veilig. Avonturenbaai dag is gered. Hallo? Nog niet helemaal gered. We zitten vast. Ah! Rustig, Kelly. Wow! Ryder, iemand moet ze gaan redden. We hebben Sky nodig. Sky schrijfcilinder aangebracht. Je bent klaar voor vertrek. Ik zie je op de parade. Parade voor mijn grote luchtschrijf optreden. Sorry, ik had zo even moeten wachten. Ik heb je nodig om Marshall en Kelly uit de op hoog geslagen badkuip te halen. Schiet op! We gaan de lucht in! Sky! Ik ben er, Marshall. Tjonge, wat ben ik blij jou te zien. Ruff. Hier, pak vast. Kijk, zonder poten. Ja, jullie zijn veilig. En precies tussen mijn pilonen. Aroo! Dit helpt wel tegen de hitte. Goeie. Zo, die kan goed mikken. Zorg dat het kanaal goed breed is, Rubble. Om het te laten lukken hebben we veel water nodig. Graven maar! Ik ben bijna klaar hier, Ryder. Het is al bijna vloed. Er zou genoeg water moeten zijn om de walvis weg te voeren. Laat mij de dam maar weghalen. Dan kan het water erin. Hop! Dat het werkt. Hier komt het water. Hoger, hoger, hoger. Ah. Kom op, water. Hoger. Ik ben bang dat de vloed niet hoger zal komen dan dit. Misschien krijgen we de kleine wolven in het water met een grote duw. Oké, iedereen. 1, 2, 3. Duw. Gezondheid. Hallo? Is het misschien mogelijk dat jullie Paw Patrollers me naar beneden halen? Hé, hey, dat klinkt alsnog een walvis. Dat kan. Walvissen praten met elkaar door te zingen. Het is nog een walvis. Dat is vast haar moeder. Ze komt hier naartoe. Goed nieuws, je mama komt eraan. Niet heel goed.
Als het te dichtbij komt, zit die moederwalvis straks ook vast. Twee gestrande walvissen? Zijn er twee te veel? Kapitein Turbot, zijn walvissen gevoelig voor geluid? Oh ja, een calamiteuze cacophonie. ik bedoel, herrie schrikt ze af. Dan moeten we genoeg lawaai maken om haar hier weg te houden. Ik zou mijn oren maar dicht doen als ik jou was. We gaan knallen! Ze gaat al langzamer. Goed, maar ze moet eigenlijk omkeren. Hey Marshall, laat maar eens echt wat horen. Ja, ze keert om! Smiley lijkt al behoorlijk goed te kunnen springen. Oh-oh. Hou hem tegen. Berg robotarm op. Ziet er stevig uit, Rocky. Oh-oh. Marshall, je kunt beter ergens anders gaan trainen met Smiley. Kom mee, Smiley. We gaan. Hé, hey, hij luistert. Voor één keer. Hij gaat op de lift af. Smiley, stop! Oh! Niks aan de hand. Nu heb ik je! Oh, nu ben je van mij! Oh, je kunt wegspringen, maar ik krijg je toch wel. Of misschien krijg ik je niet. Smiley? Smiley? Nu heb ik je! Dit is ook niet slecht om te krijgen. Smiley, niet van de glijbaan! Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. Rider meldt zich. Bedankt voor de lift, Rubble. Geen probleem, Marshall. Daar is hij dan. We zijn live in 3, 2... Hallo, avonturenbaai. Vandaag zal Marshall de brandweerpup de trofee proberen te winnen op de brandweerreddingsbaan. En dat met de snelste tijd ooit. Ja! Yeah! Yeah! Ik doe mijn best en vergeet de rest. Als hij de bel in het stadhuis laat luiden binnen 10 minuten, is hij de snelste brandweerpup aller tijden. Yeah! 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 Op je plaats. Klaar? Ben geel. Hij gaat echt best wel snel.
heb ik zo geblust. Waterslang. Woe! Spuiten maar. Woe! Kijk! Ja! Nu hoef ik alleen nog maar naar het stadhuis te gaan en die klok te luiden. Ik doe mijn best en vergeet de rest. Oh nee! Oh, 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 brand! Oh. Dat fix ik wel even snel. Spuit aan. Lieve help, kan dat heel anders kunnen aflopen. Goed gedaan, Marshall. Dank je. Maar nu zijn die 10 minuten vast al wel om. Je hebt nog 30 seconden. Ga ervoor! Ja, zet hem op! Ja! Ja! Ik doe mijn best en vergeet de rest. En vlammen maar! Laat daar uit. Hoi, Kelly. Ik ben het, Marshall. Ik zal je naar beneden brengen. Kom maar. Glij maar voorzichtig naar me toe. Ik vang je, hoor. Mijn nepreddingsactie van vandaag was niet zo spannend als deze. Goed zo. Kom maar. Hey, wat is dit? Hey, wie heeft het licht uitgedaan? Oh, oh. Dat ik haar help. Daar is die arme kat veel te bang voor. We moeten Kelly zo ver zien te krijgen dat ze naar je toe komt. Weet ik, maar hoe? Ryder, ik heb een idee. Niet nu, Alex. We zijn iets aan het bedenken om Kelly van de silo af te krijgen. Ik denk dat ik misschien wel iets weet. Hadden we nou maar een voorwerp waarmee Marshall haar zou kunnen lokken? Borinjumi, heeft u misschien een idee? Nee, sorry, Ryder. Chicoletta, Bettina, kunnen jullie iets bedenken? Ik wel! Ryder, ik heb dus echt al lang iets bedacht. Dit is Kelly's lievelingsspeelmuis. Ze gaat vast naar Marshall als hij die bij zich heeft. Wat een goed idee, Alex. Marshall, kijk maar eens of Kelly haar speeltje wil komen halen. Oké, en vlammen maar! Oh, jakkes! Smaakt naar kat. Kelly, glij maar gewoon naar me toe, hoor. Ik vang je wel. En dan krijg je dit. Kom hier. Wakker, muisje, muisje, muisje. Marshall, je hebt Kelly. Is iedereen in orde? Iedereen ongedierd en veilig. Dankzij Alex. De poptrollers zijn de echte redders. Ik heb alleen maar geholpen. Nou, Kelly vindt dat je heel veel geholpen hebt, Alex. Huh? Oh, heel graag gedaan hoor, Kelly. Als u ons nodig heeft, blaf dan om hulp. Of blaf om Alex. Blaf! Jij en ik zijn op plukpatrouille. En ik dan? Er moet een manier zijn om de appels naar binnen te krijgen. Maar wel snel. Daar ga ik iets voor zoeken. Kijk maar wat er kan gebeuren en begin maar, Chase. Ik kan appels in de schuur zetten. Oeh, ik verplaats de manden. Of niet? We pakken die grote. Oké. Hey Sky, kan ik jullie ergens mee? Huh? Help! Ik sta hier maar in de weg. Misschien kan ik ergens anders helpen. Een oude dakgoot. Perfect. Weggooien? Tuurlijk niet. Hier is Rubble aan de rol. Paw Patrol is klaar om te gaan. Te gaan rollen. Er moet toch iets zijn wat ik kan doen? Marshall,
De pompoenen! Huh? Marshall, pas op! Marshall, gaat het wel? Ja, het gaat goed. Gevonden! Dat dacht ik tenminste. Ruff! Dronebediening! Ruff! Lancering! Huh? Wat is dat voor gezoem? Vervelende muggen. Goed spionnenwerk, Drone. Ryder, ik heb hem gevonden. Goed gedaan, Chase. Daar ben je, konijntje. Is dit jouw huis? Je bent een mama. Nee, kom terug. Gaat alles goed daar? Oh nee, jullie zitten vast. Hou vol. Dit lukt me niet alleen. Ryder, met Marshall. Ik heb jou en de Paw Patrol snel nodig. Ik ben er, Marshall. Oh. Chase, wat doe jij nou weer hier? We zijn allemaal naar je op zoek, Marshall. Ruff, Tokkelbaan wil verven. Ryder, Rubble, jullie zijn precies op tijd. De bliksem sloeg in de boom en die viel op een konijnenhol. Eén konijntje is bos ingerend. En de rest zit vast in het hol. Chase, zoek het vermiste konijn. Rubble, pak je hijskraan. Marshall, deze boom smelt nog steeds. Je weet wat je moet doen. Ik ga vlammen. Woe, woe. Waterkanon. Goed gedaan, Marshall. Rubble, jij moet de boom optillen. Rubble is aan de gang. Konijnen. De kust is veilig. Huh? Het komt goed, kleintje. Oh. Maar waarom ging je er vandoor, Marshall? Omdat ik altijd alles verpest. Zelfs het potje volleybal. Ik hoorde jullie lachen omdat ik zo'n domme pup ben. Nee. We hadden het niet over jou. We hadden het over de slechterik en Apollo Superpup. De Paw Patrol zou de Paw Patrol niet zijn zonder jou, Marshall. Chickelettaatje, het is al laat. Tijd om wakker te worden. Oh, Ryder, echt heel fijn dat jullie er zijn. Geen probleem hoor. Marshall, zet je ladder tegen de klokkentoren aan. Chase, ga klaarstaan met je net, maar doe het heel stil. Denk eraan, maak hem niet wakker. Nee hoor. Ladder omhoog. Net kanon. Ruff. Oké, Chase. Ik ga hem nu in de draagmand leggen. Sst, doe zachtjes. Wat?
Megafoon. Waf. Doe zachtjes! Oh-oh. Oh, hij ontsnapt. Oh. Oh. Oeps. Ah. Marshall, gaat het wel met... Wow. Ik vang hem. Ruff, net. Nou, dat ging niet al te best. Sorry, Ryder. We hebben hem laten ontsnappen. En waarschijnlijk wakker gemaakt. Geef niks hoor, Pups. We vinden hem wel. U kunt tenminste de klok weer luiden. Fantastisch! Echt heerlijk, zo'n handige klokkentoren-app. Ik vind oude ruïnes best wel griezelig. Ik heb echt het gevoel dat er iets naar ons kijkt. Wow! Hey! Dat is Marshall's helm, hoor, Mandy. Schreeuw, ophelp! Schreeuw, ophelp! Matteo! Het kwam van het dak. Hadden we nou maar een pup die naar boven kon klimmen. Oh, zo zie ik, hè? Matteo is hier nergens te zien, hoor. Ik kom naar beneden. En toch moet hij er ergens zijn, Marshall. Oké, ik zoek wel verder. Matteo! Ah, schreeuw om help! Kom mee, Matteo. Je bent nu gered. Wow! Oh-oh. Ah! Wacht! Matteo! Marshall, heb je hem al? Ja, hij is hier, Ryder. Hij is net deze hoek omgegaan. Aha! Ah! Een ei? Ah? Ik weet waarom Matteo hier niet weg wil. Kijk! Schreeuw om help! Wat? Hij is een zij? Wow! Wow, Marshall! Hebbes! Goed gevangen, Carlos. Is alles goed, Ryder? Ja hoor, maar ik kan wel wat hulp gebruiken. Chase zit er bovenop. Zie je? Niks aan de hand, hoor. Geen tijd te verliezen, Pups. De ballonrace begint zo. Ik heb een lapje nodig. Ik heb de perfecte lap in mijn truck. Hoe ziet de gastank eruit, Marshall? De grote vraag is, hoe ruikt die? Ik ruik hier geen gaslek. Dan checken we nu de vlam. Wow! Ik sta paraat. Volle kracht! Wow, 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 wow. Leek! Met dit stuk van het oude surfzeil van Zuma kan ik het gat dichtmaken. Wow. Weggooien? Natuurlijk niet! Die lap past perfect, Rocky! Ik kan het niet geloven. Ik bedoel, natuurlijk werkt het. De Paw Patrol doet het. De andere ballonnen zijn al haast bij Boer en Yumi. Als ze bij de silo zijn, begint de race. We moeten opschieten. Ik pak alle vliegspullen en dan gaan we. Hoog tijd om mijn hoogtevrees te verslaan voor eens en voor altijd. Ik maak een vaartje in deze ballon en ga deze race winnen. Oh nee. Nee. Gaat de grond naar beneden? Of ga ik omhoog? De ballon! Pak hem! Burgemeester, kom terug! Marshall! Wauw, Ryder. Wat een coole instrumenten. Laten we wat gaan spelen. Ja! Maar wie wordt de liedzanger? Draaien, zingen. Wie is dat? Happy Dance. Nee!
dat klinkt best wel goed. Zwieren, zwaaien. Grijp wie je kan, grijp wie je kan. Niet stoppen, Marshall. Dat klonk te gek. Ja, jij wordt de leadzanger van de band. Zanger? Voor een publiek en zo? Echt niet. Dat vind ik echt veel te eng. La 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 la. Hey, Rebel. Jij dan misschien? Wil jij zingen in de band? Wat leuk dat je dat vraagt. Here's Rock and Rubble aan de rol. Rock and Rubble. Vanavond echt de hit van de talentenjacht. Jij ook? Kom op, ik kan wel wat hulp gebruiken. Nee, ik kan je echt niet helpen. Maar het is de Paw Patrol Band. Oké, ik probeer het. Spelen maar! Ik graaf een gat, dapper op los. Ik haal een stok en ren door het bos. Zet hem op, Marshall! Ik moet gaan. Wat is er? Ik wist wel dat ik niet mee had moeten zingen. Oeps. Sorry, Chase. Ik haal de trommel wel. Hallo, Boer El. Hoi, Ryder. Ik heb een klein probleem. Ik was in het aardappelveld aan het graven en ik heb per ongeluk de waterleiding geraakt. Oké, sluit het water af. Wij komen eraan. Marley zegt, schiet op, ik heb dorst. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Ik weet echt geen maat te houden. Kom op, Chase. We gaan van de glijbaan. Maar Marshall, we hebben net al op de glijbaan gespeeld. Oh ja, Is er iets mis, Marshall? Mis? Hoezo? Ik heb niet een geheim wat ik moet bewaren of zo. Het gaat goed hoor. Wauw. Het is zo winderig. Misschien kunnen we beter naar Ryder en de pups. Ik bedoel, mooi weer vandaag. Het is echt wel winderig. Wat is er aan de hand? Woef, woef. Al het licht van de straat is uit. Wat gebeurt er, Ryder? Er is genoeg wind voor de windmolens. Misschien is er eentje kapot. Kapot? Als al het licht uitgevallen is, moet er iets mis zijn met een van de windmolens. Zonder elektriciteit kan ik het taartbeslag niet meer mixen. En dan is er ook geen muziek. Of lichtjes. En misschien geen verjaardagsfeestje voor Chase. Geen feestje? Tuurlijk wel. Chase krijgt een feestje, wat er ook gebeurt. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Een noodgeval. Dat zal wel iets met die wind te maken hebben. Kom op. Moet je kijken. Voor één keer ben ik de eerste die in de lift is. Marshall, wacht. Geen elektriciteit betekent... Laat ook maar. Geen elektriciteit, dus de liftdeuren gaan niet automatisch open. Dat moet ik de anderen vertellen. Pups, de deuren doen het even niet. Maar onze spullen liggen binnen. Geen probleem, die krijgen we wel. Rocky, schroevendraaier graag. Eén schroevendraaier. Woef! Het lukt je wel, Ryder.
Hij is open. Oké, Pups, pak je spullen. Marshall, ik moet naar boven om te zien wat er met de windmolen is gebeurd. Haal je brandweerauto. Komt voor elkaar. Voorzichtige rijder. Doe het, Marshall. Een windmolenblad is afgebroken. Daarom is er geen elektriciteit. Ja, wie zijn dat? Hier is Paw Patrol. Zij zullen voor u optreden. Wij? Hooggeëerd publiek, Marshall, de magnifieke clown. Bedankt allemaal. Jullie hebben allemaal een talent waarmee je op kunt treden. We gaan. Lekker maar. Ja, oké. Paw Patrol is next to go. Hooggeëerd publiek, ik presenteer vol trots een zeer bijzondere act. Een gastpresentator. Dank je, Raymundo. Wij hebben vandaag een speciale show. Ons eigen echte circuspub extravaganza. Deze pup gaat vliegen! Wow! En nu Sander vleugel! Training. En nu bewaak ik de uitkijk. Oh, oké. Wanneer zijn ze dan terug? Dat duurt nog wel even. Maar maak je geen zorgen, ik help je wel. Bedankt, Marshall. Er zijn net een paar kittens ontsnapt. En nu lopen ze los door avonturen bij. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Zelfs als hij helemaal in zijn eentje is. Paw Patrol, naar de uitkijk. Woehoe! Oké. Ik ben eindelijk eens een keertje de eerste. En ook de laatste dus. Geeft niks. Paw Patrol is klaar voor actie, Ryder, meneer. Ha ha ha!
Bedankt dat je er zo snel bent, Marshall. Graag gedaan, hoor, Ryder. Au, au. We hebben een noodgeval bij Katie en alleen de Paw Patrol kan haar helpen. Oh nee, waar zijn ze naartoe? Ik wil dat Marshall gaat helpen met zijn ladder en al het Paw Patrol gereedschap. Want je weet maar nooit. Ik ga vlammen! Paw Patrol is Paw! Niks te doen! Oh, daar is het dus. Zijn, pups. De kolen liggen overal verspreid. We moeten nu eerst goed blussen en dan pas kan de barbecue beginnen. Dat komt goed. Marshall regelt het. Ja! Woe, woe. Waterkanon! Huh? Hey, ik wil popcorn graag in mijn mond, niet in mijn neus! Dat is beter. Popcorn? Dan kan ik beter even gaan kijken. Wow! De kolen onder deze kolven worden zo heet dat de mais wordt gepompt. Dat is niet goed. Marshall, je moet ze plussen. Komt voor elkaar. Waterkanon spuit. Mooi. Uh-oh, nog meer gepofte mais. En nog meer. Jongens. Help! Woe, ik zit tot over mijn oren in de popcorn. Dat ben ik dus. Popcorn! Chicoletta! Chicoletta! Oh, Ryder, Chicoletta is verdwaald in het doolhof vol popcorn. Je moet haar vinden. Geen probleem, burgemeester. We vinden Chicoletta wel. Met Chase. Chase, Chicoletta is verdwaald in het doolhof. Ik wil dat je haar met je drone en je warmtedetectiebril gaat zoeken voordat ze begraven wordt onder de popcorn. Popcorn? Dat zie je wel als je hier bent. Chase zit er bovenop. Ruff, ruff. Ruff. Deze stapel popcorn blijft maar smuilen. Er ligt vast nog ergens een heet kooltje in. Aan de kant. Bedankt, Rubble. Ik had me hier nooit een weg doorheen kunnen eten zonder een filmpje. Of twee. Daar is hij. Roep, roep. Spuiten. Roep, roep. Ah, wat was dat? Oh, mijn halsband. Welke kant op? Jake! Misschien is dit de verkeerde tunnel. Wat als ik verdwaald ben in een grot met een... Marshall! Ah! Ryder! Je was toch niet bang, of wel? Ik ben niet bang voor een donkere grot. Als jij er bent. Kom mee, pups. Jake heeft ons nodig. Daar is de Paw Patrol. We komen je redden. Niks aan de hand. Marshall, bekijk zijn voet met je röntgenapparaat. Kijk of hij niks gebroken heeft. Röntgenapparaat! Oh, oh! Ik
zie geen gebroken botten. Volgens mij is hij alleen gekneusd, Jake. Oh, wat een geluk. Marshall, verbind je voet, Jake. Eén zwachtel komt eraan. Mooi. Kun je erop staan? Ik weet het niet. Au, zeker weten van niet. Marshall? Au, druk. Alsjeblieft. Oh, bedankt, Marshall. Geen probleem. Oké, pups. We helpen Jake deze grot uit. Volg mij maar. Ruff, ruff. Het is gelukt. Bedankt dat jullie zo snel gekomen zijn, Ryder. Graag gedaan. Marshall? Ruff. Ladder omhoog. Hoi, Alex. Je kunt nu naar beneden klimmen. Ik kan niet naar beneden. Waarom niet? Ik ben een beetje bang. Geef niks hoor. Een heleboel mensen zijn een beetje bang voor ladders. Niet voor die ladder. Ik ben bang voor de tandarts. Ha? Alex hoeft helemaal niet bang te zijn voor de tandarts. Toch, Chase? Nee hoor. Kom maar omlaag, Marshall. Ik kom eraan. Oh, 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 oh. Goed gevangen. Hey Alex, ben je klaar om naar de tandarts te gaan? Je krijgt politiebegeleiding van Chase met sirenes en zo. Echt waar? Cool! Ik wil wel mee met Chase, maar niet naar de tandarts. Ben je misschien een beetje bang? Ik ben heel erg bang hoor. Dat geeft toch niks? Iedereen is wel eens bang voor iets. Maar jij en de Paw Patrol niet. Natuurlijk wel. Hey, wacht! Alex, als ik de Paw Patrol dingen kan laten doen waar zij bang voor zijn, ga jij dan mee naar de tandarts? Nou, ik zou best wel willen zien waar de pups bang voor zijn. Ik roep de pups en jij maakt je klaar om te gaan. Oké, pups. We moeten ervoor zorgen dat Alex niet meer bang is voor de tandarts. Maar hoe? Ik wil dat jullie allemaal iets doen dat je eng vindt. Wie wil er als eerste? Oké, ik ga wel als eerste. Met de Paw Patrol doe ik heel vaak enge dingen. Zoals het hangen aan de helikopter van Sky of gladde rotsen beklimmen. Maar weten jullie waar ik echt altijd nachtmerries van krijg? Nee. Wat dan? Meneer Porter, mag ik wat gekookte spruitjes van u? Ik ga ze meteen voor je halen. Alsjeblieft. Bedankt, maar niet heus. Zie je? Dat was echt niet zo erg. Leuk geprobeerd, maar ik geloof je niet hoor. Oké, het was erg. En ik vond het ook heel eng, maar ik voel me nog steeds goed. Rocky, waar ben jij bang voor? Ja. Water. Ja, ga je gang maar, Marshall. Daar komt ie. Woehoe, waterspuit. Ben je klaar, Rocky? Doe maar. Oh, nat. Eeuw, nu krijg ik echt zo'n vieze natte hondenlucht. Luister, dat klinkt als Pluisje. Kijk daar! Die meeuwen stelen Pluisjes eten. Zeg, kun je wel tegen zo'n kleintje? Pluisje, vlieg naar beneden. Dat gaat niet. Dat plastic ringetje van een blikje zit om zijn vleugel heen. Hij gaat vallen! Marshall, snel! Gebruik je ladder om Pluisje te halen. Ik ga vlammen! Blijf van de brand af, jij! Ik kom eraan, Pluisje! Nee! Gebruik je helm, man! Oh ja! Goed gevangen, Marshall! Ik haal dit even van je af. Daar vliegt je familie. Je moet ze snel gaan inhalen. Het is niet erg, Pluisje. Als je weer naar het noorden vliegt, zien we jou weer. En als je weer naar het zuiden vliegt, dan zie je ons weer. En vlieg je weer naar het noorden... Marshall, Pluisje moet nou echt gaan.
Ga je gang. Gewoon flapperen. Dan hou je ze wel in. Dag, pluisje. Hij wil denk ik niet gaan. Als hij nu niet vertrekt, haalt hij ze nooit in. Een ganzenkuiken hoort bij zijn familie, Marshall. Wat gaan we doen? Ik weet het. Beloof je dat het niet te hoog gaat? Niet hoger dan mijn neus? Marshall, je hebt toch geen hoogtevrees? Jij klimt zo op het dak van het treinstation. Oké, ik doe het. We gaan de lucht in. Dit is niet zo hoog. Oké, dit is best wel hoog. Kom op, Luisje. Kom en vlieg. Flapper, flapper. Goed zo, Pluisje. Je kan het. Onthoud goed, Pluisje. Als je een probleem hebt, blaf maar voor hulp. Hoe gaat het, Pups? We hebben nog helemaal niks gevonden. Hallo, kleine Hoodie. Heb jij misschien ergens in een boomholte een kaart of een oude fles gezien? Kleine Hoodie zegt dat het daar ligt. Laat mij maar. Ladder. Daar kom ik hoor. Yes, kleine Hoodie heeft gelijk. Ja! Bedankt, kleine Hoodie. Ik zie je gauw weer. Daag! Oh, 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 oh. Ik heb hem hoor. En jij hebt mij. Goed gedaan, Marshall. Wat is het? Wat is het? Als dit het derde deel van de kaart is, dan moet het passen aan mijn tweede deel. Begrepen, Ryder. Ruff, plakband. Bedankt, Rocky. Nu hebben we de hele kaart. En raad eens wat er nog meer op staat. Een kruis. Het kruis geeft de plek aan. Woehoe! Ik bedoel, arr! We gaan nu de piratenschat opgraven. Eerst de aanwijzing lezen. Loop 20 passen hier vandaan, waar de zon in de zee zal ondergaan. Wat betekent dat? Kijk, de zon gaat daaronder, achter de zee. Dus ik moet 20 passen in die richting lopen. En dan vinden we de schat. Daar gaat hij hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! Wow komt niet naar 9, toch? Maar 10. Als ik de 10e stap doe, dan val ik hier gewoon in de oceaan. Oh, die aanwijzing klopt niet. Of die piraten namen hele kleine stapjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow! Oh, net op tijd. Sorry, ik draaf soms een beetje door, hè? Oh nee, stil blijven zitten. De Paw Patrol komt jullie al redden. Maar tante burgemeester. We hoeven niet gered te worden. We vinden dit heel erg leuk. Dag burgemeester. Oh, gelukkig zijn jullie er. De tweeling is zo bang. Maak u zich geen zorgen, burgemeester Goodway. Marshall haalt ze naar beneden met zijn ladder. Ladder. Willen jullie een lift? Oproep aan alle kinderen, kom aan boord. We gaan. Cool, sirenes. Wow, kijk uit van mij. Hey Marshall. Jij viel. Het gaat wel. Paw Patrol! We gaan zoveel plezier beleven. Als jullie maar niet teleurgesteld zijn dat jullie de dag niet kunnen doorbrengen met tante burgemeester. Oh, yeah! Oh, oké dan. Woehoe!
Marshall. Dit is de leukste dag ooit! Laten we nog meer plezier maken! Wat dachten jullie van verstoppertje? Yay! Ja, wij zijn dol op verstoppertje! Ik ben de beste verstopper ooit! Oké, ik zal hem zijn. Verstop jullie maar. Klaar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Phew. Wow, cool. Fantastisch! Goed, Marshall! Goed gedaan, Ryder! Ryder, kijk! Het spook! Dat is geen spook! Dat is Marshall! Hallo! Waar ga je heen? Zo te zien is Marshall aan het slaapwandelen. En nu is hij aan het slaapskateboarden. Dat is niet goed. Chase, kom mee. Hij skate niet eens zo goed als hij wakker is. Marshall, ik ben het. Word wakker. Chase, je tokkelbaan. Goed idee. Ruff, tokkelbaan. Zuma, ik heb je nodig in de haven. Geen probleem, ik ben er al. Wauw, te gekke move. Zoiets raars dat ik ging surfen op een walvis. Wow! Help! Oh-oh. Hou vol, Marshall! Oh, oh, boei! Maak je geen zorgen, Marshall. Je bent veilig, droog en wakker. Oké. Bedankt, Zuma. Ryder? Chase? Wat is er? We zijn erachter wie het Puppet Boogie Monster is. Wie? Jij! Je was aan het slaapwandelen. Slaapwandelen? Geen wonder dat ik 's ochtends zo uitgeput ben. Maak je geen zorgen, Marshall. Zelfs als een Paw Patrol pup in de problemen zit, hoeft hij maar te blaffen. Of snurken. Om hulp. Oké, brave pups. Tijd om naar bed te gaan. En daar te blijven. Heeft Rubble nu weer een nieuw spook? Daar is een spook! Of een Rubble, gevangen in een spokenval. Ik heb het leverkoekje gevonden. Yum, yum! Die ladder verbrandt mijn pootjes nog. Oh, het is te heet voor een glijbaankampioenschap vandaag. Wacht, wacht, wacht! Daarom heb ik... dit bij me. Wat een glijbaankampioenschap! Ik eerst! Tada! Dat springtastisch! Sky, moet je eens opletten. Ik kan een 360. Wee! Mijn beurt. Daar kom ik aan! Sorry, ik dacht dat hij langer was. Langer? Goed idee. Ik heb iets, denk ik.
Perfect! Weggooien? Tuurlijk niet! Marshall, spuit maar eens nat! Puppies aan de kant! Super glijbaan! Grubble? Gaat het wel? Nog een keer! Wow, precies daar, ja. Oh, nee, precies daar. Wow, wacht, precies daar. Hallo, Ryder hier. Ryder, hier is kapitein Turbot. Ik heb een walvisgroot walvisprobleem. Oh, nee. Kapitein Turbot zit vast in een walvis. Niet in de walvis, Chase. Ernaast. Die babywalvis is geschrokken en zwom toen zo het strand op. Uh-oh. Dus de babywalvis is zelf gestrand. Ja, en ze loopt risico op serieuze epidermale dehydratiecomplicatie. Ook al bekend als uitgedroogd raken. Kun jij soms een handje helpen? Een hand en wat pootjes. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Wow, wacht op mij! Waar is... Marshall! Wacht op mij! Door. Wat goed zeg! Ik denk echt dat Marshall vandaag de snelste brandweerpuptrofee zou kunnen winnen. Ik heb hier al de hele week voor getraind. Waterslang. En spuit. Het is me gelukt. Goed dan. Misschien niet. Komt goed, Marshall. Probeer het gewoon nog eens. Het lukt je wel, Marshall. Ja, Marshall. Bedankt, jongens. De tijd is bijna om. Marshall moet opschieten. Het volgende onderdeel is dieren redden. Je bent eindelijk aan de beurt, Kelly. Verbreek ik nooit het snelste brandweerpuprecord. Het enige dat ik gebroken heb is mijn ladder. Marshall kan volgens mij wel wat hulp gebruiken. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. We gaan! Goed dan! Wacht op mij! Ryder heeft... Ik ben ook dol, dol, dol op pompoen. Helemaal in taart. Ik kan niet bij de hoge takken komen. Ik kan wel bij die hoge takken, Makkie. Kijk. Nee, wacht. Herbert. Maar Marshall, die zijn te... Wow. Buigzaam. Sorry, Bettina!
Marshall. Oh, nee. Het spijt me. Ik ruim het wel op. Nee, nee, Marshall. Pompoenprut kan ik wel aan. Ik maak me zorgen over hoe Bettina zich gedraagt. Al dat gedraai en gedrauw. Er zal wel slecht weer komen. En dat is niet goed voor de appels. Ja, de sneeuw komt eraan. De koe heeft weer gelijk. Komt er een sneeuwstorm deze kant op? Het is nog niet eens winter. Het fruit dat we vandaag niet plukken, bevriest. Daar heb je dan helemaal niks meer aan. Oh, perzikpit. Maar dan moet je alles plukken voor de storm eraan komt. Dat wordt heel veel plukken. Dat duurt veel te lang voor ons drieën. Wat verschrikkelijk. Ryder en de Paw Patrol kunnen helpen. Ja, kom op, op, op. Ryder! Wat is er, Pups? Boerin Yumi heeft hulp nodig. Er komt een sneeuwstorm aan. Ze moet vandaag al haar fruit geplukt hebben. Anders is het herfstfestival verpest. Geen probleem, Pups. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Al uw groenten en fruit liggen in deze wagon. Schitterend! Ruikt die zoete appels en heerlijke mango's. En bananen. We gaan al het fruit in uw busje laden. Woe! Hier komen de kisten. Shovel. Woe! Robo is aan de rol. Dankjewel, Marshall. Leuke hoed, Marshall. Oproep voor de groente- en fruitafdeling. Er is een bananenbende. Ik weet zeker dat Mandy niet kan wachten om weer terug in de jungle te zijn. Maar haar wagondeur staat open. Mandy, waar is ze nou? Ze kan niet ver weg zijn. De trein is net aangekomen. Hey, mijn bus! Kom terug met mijn bus! En mijn bananen! Wat zal ze allemaal gaan uithalen in de stad? Maak je geen zorgen. We vangen haar wel. Paw Patrol, naar de uitkijk! Ryder meldt zich! Zou ik het minder erg vinden als het water niet zo nat zou zijn. Alex ligt aan kop! Alex, wat heb jij nou voor iets moois? Hey opa, kijk eens wat ik van uw oude restaurantspulletjes heb gemaakt. Een super driewieler. Kijk, pizzaspatelremmen. Doe maar. En je hebt flink wat tape gebruikt. Zoals u me heeft geleerd. Kijk. Mijn super driewieler! Nu moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. Alex, wacht! Alles ligt midden op straat. Je kunt niet zomaar de straat op met al het verkeer. Mijn super driewieler is kapot. Ik heb wel een ideetje.
Hallo? Met Ryder. Hoi, Ryder. Ik heb een klein noodgevalletje. Alex had een superdriewieler gebouwd, maar die is uit elkaar gevallen. En nu ligt alles op straat. Hij was dus blijkbaar toch niet zo super. Hij kan wel wat hulp gebruiken. En jij bent handig met gadgets en voertuigen. Zeg maar dat we op weg zijn. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Marshall, je spuit. Oh ja. Oeps, dat was mijn spuitblaf. Niet mijn inklapblaf. Marshall heeft last van vliegangst. Dit valt best wel mee. Oh, kijk uit! Een arend! Ik hou niet van roofvogels! Wow, en ik hou nog minder van vliegen! Cool! Vaste grond! Wauw, ik dacht dat de Paw Patrollers nergens bang voor waren. Zie je nou? Iedereen is wel eens ergens bang voor. Maar soms moet je die dingen gewoon doen, ook al vind je het heel eng. Als de pups zo dapper kunnen zijn, dan kan ik het ook. Ik ga gewoon naar de tandarts. Ja! 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 Alex, kun je een pup helpen om ook dapper te worden? Wie? Chase, hij is ook bang voor de tandarts. Ik hoef helemaal niet naar de tandarts. Zie je? Misschien kun jij Chase wel helpen. Als hij zou kunnen zien hoe dapper jij bent. Tuurlijk kan dat. Kom op, Chase. Het is maar een tandarts. Laten we samen naar binnen gaan. Oké. Goed gedaan, Alex. De tandarts was super aardig. Ik heb een sticker gekregen. En een tandenborstel. Ze heeft ons ook laten zien hoe we moeten poetsen. Goed, hè? Ze heeft mijn tand getrokken. Maar er groeit al een nieuwe tand. Vind je? Ik ben trots op jullie allebei. En vergeet niet, als je nog een keertje wat extra moed nodig hebt, blaf dan om hulp. Ik fluit wel. Luister. Ik kan fluiten door het gat waar mijn tand invalt. Dag, burgemeester Goodway. Sorry, burgemeester. Au. Ik kan ook niks goed doen. Marshall, heb je zin in een potje volleybal? Ik weet het niet. Kom op. Het is leuk. Tja, oké. Hier komt-ie. Lekker shot, hoor, Marshall. Oh, nee! Sorry, Peps. Ik haal hem wel. Hallo, jongens. De nieuwste aflevering van Apollo de Superpup gaat zo beginnen. Yeah! Het is tijd voor Apollo de Superpup. Ik heb de bal, Peps. Peps? Hij maakt er altijd een puinhoop van. Dat krijg je van. Pup doet echt helemaal niks goed. Oh, dat klopt. Ik doe echt helemaal niks goed. Oh, misschien is Paw Patrol beter af zonder mij. Vaarwel, Paw Patrol. Wat een leuke aflevering! Hé, hey, Marshall heeft nu helemaal niets gezien. Waar is die eigenlijk? Ik zie alleen deze kapotte volleybal. Laten we hem zoeken. Ik kijk wel in de uitkijk. Uh-oh. Ryder, heb jij Marshall gezien? Nee, zijn jullie hem kwijt? Ja, we hebben hem niet meer gezien nadat hij de volleybal ging halen. Zijn wagen is ook weg. Hé, Marshall. Met Ryder. Waar ga je naartoe?
Hoi, Ryder. Ik neem even afstand van de Paw Patrol. De pups hebben er genoeg van dat ik steeds alles verpest. Ik wil niet meer voor problemen zorgen. Huh? Marshall, uit. Marshall? Oh. Er klopt iets niet. Marshall denkt dat jullie hem er niet meer bij willen. Wat? Oh, nee. We moeten hem vinden en terug naar huis brengen. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Kijk maar naar mijn square dance superdraai. Dat was zeker een superdraai, zeg. Alles goed met jou, Chicoletta? Sorry, ik denk dat ik nog wat moet oefenen op die draai. Ja, ja, ik kom er al aan. Met lekker vers hooi. Ho, ho, nee, hier, kom terug. Bessie, Bertie, Gertie, Nelly. Dat is vreemd. Hallo, Ryder hier. Hallo, Ryder, met El. Ik ben van de zuivelboerderij. Ik heb hulp nodig. Het is een noodgeval. Hallo, El. Ben je soms een van je koeien kwijt? Ik ben mijn hele kudde kwijt. Mijn allerbeste melkkoeien zijn ontsnapt uit de veewagen. Hey, hoe weet jij dat? Huh? Er rent er een dwars door ons feest heen. Ik moet die koeien weer in de trein krijgen, want straks vertrekt hij nog zonder ons. Kan de Paw Patrol me helpen? Natuurlijk kunnen we dat. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Jij krijgt je koeien weer terug. Bedankt, Ryder. Twina, zie je zo. Paw Patrol, naar de uitkijk. Ryder meldt zich. Yeeha! Ik kom deze keer niet als laatste. Zie je wel? Ik ben niet de laatste. Wow! Wow! Oh. Oké, nu ben ik de laatste. Smiley! Zo te zien is in een helikopter vliegen heel vermoeiend voor een kikker. En de volgende springer is... de kikker van Marshall, Smiley. Yeah! Hup, Smiley! Kom op, Smiley. Je moet nu springen. Word wakker! Het is tijd! Chase, megafoon! Ruff, megafoon! Spring dan! Mooie sprong! Wauw, dat was een goede sprong. En de winnaar is... Smiley! Bedankt, Pups. Bedankt, Ryder. Als je ons nodig hebt, blaf dan maar. Of kwaak om hulp. Smiley, je hebt gewonnen. Je kan stoppen met springen. Oh nee, niet alweer. Hou hem tegen. Oké, Pups. Laten we ons verspreiden. Kom op. Oh, wil je echt met me racen? Mijn best! Ruff! Spionagedrone! Hey, ik zie daar iets roods! De hoogste boom in de jungle is een prima verstopplek voor een papegaai! Woe woe! Ladder!
dat ik hier iets roods zag. Oh, het is alleen maar een rode bloem. Oh! Oh! Mandy? Hey, kom terug! Iets roods, iets roods. Huh? Dat is toch geen papegaai? Dat is een schattig klein padje. Daar zie ik iets roods. Marshall, ben jij misschien je helm kwijt? Mandy heeft hem. Iedere keer als ik hem terug probeer te pakken, stopt ze weer een banaan in mijn bed. Oh. Zie je? Yay! Ik hou van smoothies. Ik weet hoe we Alex terug de bonenstaking krijgen. Pups, we moeten op de boerderij fruit halen om smoothies te maken. En veel ook. Rubble, Rocky, haal zoveel als je kan. Rubble is aan de rol. Groen is gaan. Doei! Marshall en Chase, haal de enorme limonadebeker die in de hoofdstraat ligt. Chase zit er bovenop! Hey, dit is officieel eigendom van de politie! En mijn sirene klinkt dus echt helemaal niet zo. Wow! Hey, wacht nou! Ik hoop maar dat dit werkt. Ga ervoor, Marshall! Een mega reuze smoothie komt eraan. Spuit aan. Dit is de grootste smoothie bestelling die ik ooit heb gehad. Ik had wel 12 blenders nodig. Spuit uit. Woe! Nu is het jouw beurt, Sky. Deze pup gaat vliegen. Wow, reuze Alex. Vergeet niet dat de trein geen speelgoed is. Huh? Heb je nog dorst, Alex? Heb je zin in een heerlijke beste smoothie? Ah. Oh. Mmm, yummy. Wacht, een beste smoothie klinkt heerlijk. Mag ik ook wat? Mag ik ook een slokje? Alsjeblieft. Het werkt, jongens. Sky? Ik hoop dat alles goed gaat. Pardon, maar dat was heerlijk. En Pups, bedankt dat jullie met me wilden spelen. Graag gedaan, reuze Alex. Maar als je weer een keer dorst hebt, vraag dan gewoon om een smoothie. Dan kan ik je er wel een brengen. Bedankt, Paw Patrol. Goed gedaan, Pups. Reuze Alex is weer terug waar die hoort. Hoi, Katie. Fijn dat je komt helpen. Geen probleem, Marshall. Ik heb een speciale zeep bij me om de babywalvis te wassen. En ik heb water bij me. Oeps, sorry Kelly. Hoe eerder we dit gat dichten, hoe minder olie we hoeven op te ruimen. En we moeten de kleine walvis schoon krijgen. Kapitein, ik heb iets nodig voor het dichten van dit gat, zodat de olie er niet meer uit kan lopen. Zou dit iets zijn? Hey, een boei. Perfect. Hij past. Dit houdt de olie wel tegen totdat u in de haven het schip kunt laten repareren. Bedankt, Ryder. Graag gedaan. En nu gaan we de babywalvis schoonpoetsen. Heeft u hem gezien, kapitein? Nee, geen idee waar die is. Maar hij kan niet ver zijn. We moeten hem naar het strand zien te krijgen, zodat Marshall en Katie aan de slag kunnen. Heeft u iets waarmee we walvissen kunnen lokken? Ja, ik heb een heleboel vis aan boord. Mooi. Zuma, je boei. Hop, hop, boei. Kapitein, als u die emmer met vis in de boei zet, zal de kleine walvis Zuma misschien volgen naar de kust. Goed idee, Ryder.
maken. Kom het maar halen. Katie, Marshall, daar ben ik. Met een enorme schoonmaakklus. Ik ben blij dat ik mijn extra grote borstel bij me heb. Rustig maar. Wij maken jou schoon terwijl jij wat visjes eet. Dit is een speciale zeep voor walvissen die niet schadelijk is voor je huid. Wees maar niet bang. Het is juist lekker. En de laatste. Goed werk, Rubble. Nu kunnen we verder met onze klus. Het is een geluk. De weg is vrij. Hoera! Ja! Hoera! Oké, Pips. Laten we die twee veilig naar beneden brengen. Marshall, schuif je ladder uit en help ze eraf. Doe ik. Woe! Ladder! Uh-oh. Mijn ladder is te kort. Kapitein, kun je bij Marshall's ladder? Ben ik er al, Marshall? Bijna. Volgens mij ben ik er. Sorry, Marshall. Gaat het, Marshall? Ja, het gaat wel. Maar kapitein Turbot en François zitten nog vast. Help! Tijd voor versterking. Sky, we hebben je nodig. Deze pup gaat vliegen. Zeg het maar als ik weer kan staan. Je kan weer staan. Oh, dat viel het beste mee. We zijn gered.